Dames en heren, vandaag zijn wij hier in 2020 Studios en we zijn hier niet zomaar. Vandaag gaan we het Belgisch record breken, chicken nuggets eten. Jamie, vertel de mensen. Klopt, we hebben in een artikel gelezen dat er een studentenorganisatie was. Die mensen hadden een record gebroken van 99 nuggets in een tijdspanne van 2 uur. Dus dat wil zeggen dat wij beter gaan moeten doen in een tijdspanne van 2 uur. Kunt je veel eten? Ik heb vanmorgen speciaal niet gegeten, dus we gaan zien wat dat gaat geven. Hè. Ik heb vandaag ook echt nog niks gegeten. Ik ben heel benieuwd. Let's go. Heb je geen tactiek? Gewoon vreten. Ja. Ja, we moeten de beste winnen, hè. Let's go. Allee, het is eigenlijk geen wedstrijd, hè, bro. Ja, maar onrechtstreeks wel. Oké, competitief. Daar hou ik van. Let's go. Oké, Jamie, over een kleine minuut is het zover. Belgisch record. Chicken nuggets verslinden. Wie had dat gedacht? Dus we hebben hier de enige echte chicken nuggets, hè. Amai, die stond. Hey. En sausjes, hè, natuurlijk. De mayonaise. We hebben normale ketchup. We hebben curry ketchup. En voor de twin een specialetje. Zijn we er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor! Oké. 2, 1. Let's go. Start het uit. We zijn niet bepaald goed of zo. We zijn van de macro, hè. Dat moet veel zeggen. Het begint al moeilijk te gaan. Mijn tactiek is bijblijven bij hem. De rond zitten zo. Wat is uw tactiek? Gewoon eten. Gewoon eten. Dat is alles wat je moet doen, jongen. Ik heb het wel niet graag als mensen dubbel dippen. Je mag dubbel dippen, je weet wat dat is, hè. Zo en dan buiten en dan nog eens in het potje. Doet het dan in uw potjes, hè. Ja. Is het alweer? Ik weet het niet. Ik hoop gewoon dat mijn liefde voor chicken nuggets mij niet in de steek laat vandaag. Dit is de tussenstand van doosje 1. Zijn tactiek was nog gewoon eten, hè. Gewoon eten. Ik ga deze wel openzetten, want anders kan die zbiet allemaal wek worden. Kan ik zbiet mijn joker inschakelen? Mensen die nog niet hebben gegeten van de catering. Ik vind dat we volgende keer eens moeten nadenken. Ik geloof een goede video. Ik vind het wel leuk. Wow. Ik heb gewoon 20 verband al. Ja? Lijp houden. Zijn ze wel bezig? Met schema. Ik ga een hele berekening maken nu. 100 in 2 uur is 50 op 1 uur. Dat zeg ik ongeveer 9 gewoon eten. In 10 minuten. Ik ben op schema, boys. Nee, als het niet gezond is, dan voel ik dat. Ze hebben al gemaakt in de airfryer. Dat proeft ook. Minder calorieën, hè. En man, hoe is het op YouTube te zijn? Het waren echt betere dagen als YouTuber. De platzak Tinder, dat is wat meer voor de gym. Ja, kunnen we dat niet volgende keer gewoon doen? Ja. Bij 1000 likes komen we terug. Met aflevering 4? Ja. Gezicht is gezicht, hè. Dus je moet wel ASMR doen. Ah ja, dat is een microfoon van 800 euro. Ik heb hier een paar vrienden aanwezig. Een paar tips van de mama's gekregen. Traag kouwen, zodat je maag meer plek heeft om dingen te kunnen verteren ofzo. Ja, ja. Weet dat. Eet gewoon, James. Eet gewoon. 10 minutes in. Jawel. Zwaar, ADHD. Zwaar. Heel eerlijk, ik had gedacht dat de eerste bakjes, of het eerste bakje, wel sneller ging gaan en vlotter. Ik had dat ook wel gedacht. Ja? Hij is dan bakje 2. Ik ben aan de helft van bakje 2. Ik zit aan bakje 1. Ja, dan toch iemand. Ja. Tandje bijsteken. Tandjes, tando. Een heel gebied. Ze zijn nog tijdens alle 32 aan het gebruiken. Ik heb nog nooit 20 chicken nuggets gegeten. Het is haalbaar, Capri, 2 uur. Dank u. Ik heb wel nog geen eerste slok water gedronken. Blijkbaar is het ding tijdens zo'n officiële... No. Waarom zouden we dat doen? De tactiek achter. Ik heb dus vernomen dat tijdens zo'n officiële wedstrijd, als er iemand overgeeft, dan is het gedaan voor die persoon en dan zijn ze gedisqualificeerd. Braken mag kotsen niet. Ik ga even pauze nemen. Kort intermezzo. Hoe ziet jij de toekomst van Platzak? Hoe zie ik de toekomst van Platzak? Ik zie de toekomst van Platzak. Met heel veel chicken nuggets. En veel geld. En veel geld. Mokjes, veel mokjes. Vraag eens aan mij hoe je de toekomst ziet. Oh, we zitten de toekomst op een platzak. Veel geld. Ik denk ja. Dat gaat er niet. Geen meer kunt uit. Ja, het komt in de beurt. Oké, man, het is tijd. Als ik echt eerlijk ben, denk ik dat ik er nog zeker. Als ik echt mijn best doe, man, als er veel geld op het spel zou staan. Ja, nee, als er. Of onze moeder zou moeten sterven. Maar dat is nu niet. Voor nu, wat wij heel hier eerlijk, nu zijn. Ik heb geen zin meer, bro. hoeveel gaat je er nog eten? Kijk, voor het record te breken? Gewoon, hoeveel kun je er nog aan? Ik heb er 20 gegeten al. Nog zeker 40. No cap. Doe je echt dat je er nog 40 gaat eten? Ja, bro. Hoeveel gaat jij er nog eten? Ik ga er geen getal op zetten. Alles kan op. Hoes! Nee, ik denk dat ik er zeker nog 20 naar binnen ga spelen. Iemand heeft er juist gezegd dat we nooit meer een chicken nugget gaan eten na deze video. En ik geloof hem wel. Ik ga verder doen, boys. Mijn pauze is voorbij. Mijn Jameson. Doe het voor uw land. Ja, doe het voor uw naam. Oeps.
Dan beginnen ze aan na te denken over je leven, hè. En over de keuzes dat je hebt gemaakt, hè. Hier 100 chicken nuggets eten, wat dachten we? Ik dacht, je gaat dat echt dat haalbaar was. Deze is de meest kutte video die we ooit hebben opgenomen. De meest irreële, onrealistische video dat er bestaat. Domste concept ooit. Maar we blijven er wel voor gaan, toch? Waarom stel je die vraag alsof je niet zeker bent? Ja, ik weet niet. Ik ben ook niet zeker, eigenlijk. Ik ben aan het zoeken naar de meest crunchy one. Ik heb er nu 30 gegeten, ik vind het vies. De eerste keer, dan stelt je mij een vraag. Het is niet echt een mijlpaal in mijn leven geweest, dus ik weet niet... Wanneer is de eerste keer dat jij chicken nuggets hebt gegeten? Vanaf dat ik kon zagen, denk ik... Ja, ik heb nog geen tanden, denk ik. Maar ziet dat toch van die moeders die zo hun kinderen een nugget geven en ze hebben die er zo'n uur op? Ik weet niet wie de fuck jij kent, maar ik ken niemand die zijn kind aan een chicken nugget laat zabberen. Ik heb een heftige jeugd gehad, traumatische ervaringen. Maar deze is nu, hè, deze is nu een oplossing om boven die trauma op te komen door gewoon de chicken nugget recht in het gezicht te kijken en niet eentje maar. Not gonna lie, bro. Ik ga misschien moeten stoppen. Ik denk het wel. Ah, ik heb een kleine maag zo. De productieteam hierachter is aan het zeggen, nee Javi, nee, niet stop. Ik ken mijn eigen en ik weet dat ik binnen deze 10 nuggets ga moeten spouwen. Maar we kunnen nog 9 eten. Hè? Willen we dat zien? Iedereen zegt ja. Er zit niemand. Ja mannen. Er zit één iemand achter de camera. Hier zat 7 man, 6 man is na de eerste 3 minuten de deur uitgegaan. Letterlijk. Wij zijn er nog. Voilà. En samen met 160 chicken nuggets. Sorry dat ik soms met mijn mond vol praat, maar het kan niet anders. Pak weg, hè. Pak weg, hè, mannen. Dit is het befaamde spouwbekje. Ga je er gebruik van maken? Een van onze namen komt hierop te staan, hè. Ik ben de grens aan het opzoeken. Ik zou graag het record halen, maar ik zie het misschien niet meer gebeuren. Moest ik binnen deze een kwartier ineens een zotte honger krijgen? Ik ken het nog, hè. Het is haalbaar, hè, boys. De twijfel zit er juist nog dat ze misschien zelfs nog rauw zijn van binnen. Morgen is salmonella in mijn kast, hè. Je bent goed bezig, hè. Ik ben trots op haar. Ik wist dat jij wel eet kon. Dit is voor de fam. Sorry fam, ik kom moeten stoppen. Ga ik een dutje doen? Niet op de spot. Laat ik weten dat je het goed bent. Ja. En gewoon sleepen, gewoon die chicken in het stel ook als je die aanspoelt. Je komt niet echt van de fam weg aan doen. Alles kan kapot, man. Gaat jij er nog op eten? Nee. 36,5 jij? Ja. 29. Dat is bijna 1/3 van het Belgisch wereldrecord, dat klopt niet. Echt in je nuggets, hè, maat. Fucking hell! Nee, dat wil zeggen dat we niet geslaagd zijn, hè, maat. Maar ik denk ook niet dat wij de capaciteiten hebben om dit te laten slagen. Ik denk het wel. Ik denk als wij hiervoor trainen... Ja, maar op dit moment, James. Op dit moment. Want we staan nu voor de nuggets. Hebben wij op dit moment de capaciteiten? Op dit moment hebben wij 0 gepresteerd. Nul. Nogada. Noppes. Maar dat is niet enig, hè. Jawel, dat is wel erg. Maar misschien kunnen we wel de mensen thuis ons persoonlijk record laten breken. Ja, dus kan jij meer dan... Hoeveel heb jij er? 36. Pak 36. 36. Op 1,5 uur tijd, dan krijgen ze iets van ons. Een zak chicken nuggets. Of een jaar lang chicken nuggets of zo. Hoe gaat dat betalen? Gewoon 10 zakje kopen. Nee. Een jaar lang. Als die motherfucker ineens zegt, ik eet een heel jaar lang niks meer om kosten te besparen en ik eet alleen nuggets van plaats, dan kan jij elke dag betalen voor nuggets? Nee, maar met een jaar lang... In kleine lettertjes, hè? Dan doen we eigenlijk gewoon 10 zakken. Ja, ze een vuile klootzak, joh. Nee, ik probeer gewoon kosten, winsten te denken. Hè. Als zij meer dan 36 chicken nuggets in anderhalf uur kunnen eten en dit naar ons kunnen doorsturen, kunnen zij kans maken op een van de weinige kettingen van Platzak die nog niet online is, maar binnenkort online gaat komen. Jawel, we hebben onze eigen ketting. Ik heb die van mij niet aan. Ik doe die eigenlijk uit in de douche en dan vergeet ik die soms terug aan te doen. Dus als je kans wilt maken op deze mooie ketting van Platzak, dan moeten jullie naar ons een video sturen dat jullie meer dan 36 en een halve chicken nugget naar binnen spelen. En dat op 1,5 uur tijd. Ja, dit was geen Belgisch record. Dat is één ding dat zeker is. Ik denk ook niet snel dat ik nog een chicken nugget naar binnen ga spelen. Maar wat wel heel goed nieuws is... Er is volgende week zondag gewoon weer een nieuwe video op ons account. Ja, klopt. Dus vergeet zeker niet te liken, te abonneren. Zet jullie meldingen aan, zodat jullie zeker weten dat jullie om 4 uur volgende zondag een video van ons kunnen verwachten. En dan, zoals altijd, Jamie, zeggen wij... Toi toi, amat! Ciao!